Wij zijn een nieuw knooppunt aan het bouwen. In plaats van het verkeersplein gaan we hier flyovers maken, zodat we ongelijk vloers kunnen aansluiten, waardoor de doorstroming van het verkeer moet gaan verbeteren. We hadden een zuiger die onvoldoende kracht had om door de harde bodem heen te komen en ook onvoldoende capaciteit kon leveren. Vandaar dat we een nieuwe zuiger hebben aangeschaft om dat wel te kunnen, om in ieder geval in die bodem te kunnen komen. En ook om onze achterstand in te halen, dus extra capaciteit te leveren boven de standaardcapaciteit. Deze zuiger kon heel snel geleverd worden, dus daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt, zodat we hem heel snel konden inzetten. En onze achterstand ook heel snel ingelopen hebben. We zitten nu op schema en we hebben voldoende zand hier nu. We hebben voorgesteld om het zand met de buis in plaats van vrachtwagens vanuit het meer naar de locatie te brengen. Daarom hebben we een spuitenpoot gemaakt. En het zand wordt vanuit het meer dus naar het spuitenpoot door buizen gebracht met water. We maken gebruik van twee boosters en die spuiten het uiteindelijk hier naartoe. Waardoor we voorkomen dat we met vrachtwagens over de weg moeten. Vanaf het begin dat we hem ingezet hebben is het eigenlijk feilloos gegaan. En hebben we geen enkel probleem gehad en hebben in no time onze achterstand kunnen inhalen. En functioneert die naar behoren. Eigenlijk heeft hij continu gedaan, dus geen enkel probleem.